Zo'n lil klein, hè? Hoe haalt hij het? Toch is ze botte kop. Ja, om een vrouw te mishandelen, hè? Hoe is het nou toch mogelijk? Ik bedoel, dat is toch de eerste regel in het leven. Is toch, je blijft met je tengels en je fikken van een vrouw af. Punt. Daar is geen discussie over mogelijk. Een vrouw, die moet je elke dag vereren. En elke dag moet je een vrouw op het schild tillen. En elke dag moet je een vrouw vertroetelen. Dat moeten we doen met vrouwen. Wat is er aan de hand met die kleine? Die moest maar een paar dagen de cel in en hup, en ze laten hem alweer gaan. En wat lees ik nou? Tot mijn grote geluk, vrienden. Ja, want dat is het. Dat het Openbaar Ministerie, die zeggen, ho, 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 wacht eventjes. Die Jamie, ja, halve garen Jamie, die heeft niet eens aangifte gedaan. Kun je je voorstellen? Maar goed, en daarom, het Openbaar Ministerie zegt, dit is zo ernstig, dit laten we niet gaan en hij mag nog lang niet vrij. Kijk, en dat moet er ook gebeuren. Die kleine, die moet gewoon, hup, weer terug die cel in. En waarom moet dat, vrienden? Dat moet om eindelijk eens een statement te maken tegen de afdeling Losse Handjes. Want daar zijn er dus heel veel van de afdeling Losse Handjes. Ja, moet je eens kijken hoeveel huiselijk geweld er niet is in Nederland. Het is werkelijk verschrikkelijk hoeveel mensen er worden geslagen achter de voordeur. En daar hebben we geen weet van eigenlijk. En dat is heel, heel erg. En daarom moeten we gewoon die kleine eens even een tijdje wegzetten. Want anders denkt die hele afdeling Losse Handjes in Nederland. Die denken, oh, maar daar kom je makkelijk mee weg. Je kan rustig eens even af en toe even een lekker beukje geven aan mevrouw. En dan een paar dagen in de cel en een taakstrafje en dan ben ik er weer vanaf. Nee, dat gaan we vanaf nu, en dat hoop ik, anders aanpakken. Dat gaan we niet doen. En trouwens, als jij zo nodig iemand wil slaan, sla dan eens even lekker jezelf. Hè? Als je wat te slaan hebt, geef jezelf eens, losse handjes, geef jezelf eens een paar lekkere beuken voor je kop. Kijk hoe je er dan tegenaan kijkt. Ja, dus daarom, die kleine, even weg. Even opbergen, even goed laten voelen hoe verschrikkelijk fout en verkeerd dit is. En die losse handjes laten weten dat we gaan stoppen met slaan.